Welkom allemaal bij het geneesmiddel van de week. Het geneesmiddel dat vandaag centraal staat is metoclopramide. Metoclopramide, ook wel bekend onder de merknaam Primperam, wordt vooral gebruikt bij misselijkheid en braken. Het wordt daarom ook wel een anti-emeticum genoemd en is het broertje van het geneesmiddel domperidon. Ze behoren beide tot de dopamine-antagonisten en hebben nagenoeg hetzelfde werkingsmechanisme. Domperidon stond eerder centraal in het geneesmiddel van de week en het werkingsmechanisme wordt hier duidelijk uitgelegd. Ik kan jullie dus zeker aanraden om dit filmpje nog eens goed te bekijken. Metoclopramide wordt met name gebruikt ter preventie van vertraagde, vaak door chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken. Voor acuut misselijkheid en braken is metoclopramide niet de eerste keus. Naast de anti-emetische werking heeft metoclopramide ook een prokinetisch effect. Oftewel, het middel bevordert de bewegingsactiviteit van het maag-darmkanaal en wordt daarom ook gebruikt ter bevordering van de maaglediging. Het belangrijkste verschil met domperidon is dat metoclopramide de bloed-hersenbarrière passeert. Dit komt door haar lage molecuulgewicht en hoge lipofiliteit. Even een opfrisser. De bloed-hersenbarrière scheidt de bloedsomloop van het extracellulaire vocht van hersenen. Op deze manier beschermt het lichaam de hersenen tegen eventuele toxische stoffen en micro-organismen in het bloed. In deze barrière bevinden zich de zogeheten tight junctions. Dat zijn verbindingen tussen celmembranen die de haarvaten van de hersenen omgeven. Stoffen kunnen alleen de bloed-hersenbarrière passeren als ze een laag molecuulgewicht hebben en vetoplosbaar zijn. Goed. Omdat metoclopramide de bloed-hersenbarrière passeert, is er een grotere kans op centrale bijwerkingen. Door de remming van het dopamine kunnen extrapyramidale verschijnselen ontstaan en bij langdurig gebruik zelfs tardieve dyskinesie. Dit uit zich in stijfheid en onwillekeurige bewegingen die blijvend kunnen zijn na staking van metoclopramide. De kans op tardieve dyskinesie is verhoogd wanneer metoclopramide wordt gecombineerd met antidepressiva, anticholinergica of antipsychotica. Vanwege deze vervelende bijwerkingen voor een geneesmiddel met een relatief onschuldige indicatie gelden er strikte doseeradviezen voor metoclopramide. De maximale dosering is 30 mg per dag met een maximale behandelduur van 5 dagen. De IKNL-richtlijn misselijkheid en braken geeft aan dat bij patiënten in de palliatieve fase misselijkheid soms moeilijk te behandelen is. Volgens deze richtlijn kan men dan hoge doseringen dan 30 mg per dag geven. Een instructie en snelle herkenning van extrapyramidale bijwerkingen is daarbij van belang. Ook wordt het middel het liefst vermeden bij mensen met de ziekte van Parkinson en bij kleine kinderen. Metoclopramide is zelfs contra-indiceerd bij kinderen jonger dan 1 jaar. In vergelijking met domperidon geeft metoclopramide minder kans op QTC-verlenging en wordt het in de praktijk vaak als vervanging voor domperidon voorgeschreven wanneer er ook andere QT-verlengers in gebruik zijn. Kortom, metoclopramide is een geneesmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt tegen misselijkheid en braken. Soms wordt metoclopramide ingezet ter bevordering van de maaglediging. Het passeert de bloed-hersenbarrière, waardoor er extrapyramidale bijwerkingen kunnen optreden. De maximale dosering is daarom 30 mg per dag met een maximale behandelduur van 5 dagen. Tot slot, metoclopramide wordt bij voorkeur vermeden bij kinderen en alleen gebruikt als tweede lijnsbehandeling. Tot zover het geneesmiddel metoclopramide. Tot de volgende keer.